Ik heb een lekker broodje gehad met kaas zo te zien. En een mondkap. Nou, dan kan de dag niet meer stuk, denk ik. Nee, net met dit weer. Wat wil je nog meer eigenlijk? Al sinds de start van de coronacrisis brengt pastoor Zwanine Ziedenburg van het drugspastoraat koffie en zelfbelegde broodjes rond bij verslaafden en mensen met psychiatrische problemen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Sinds vandaag doet zij dat zelfs op een fonkelnieuwe bakfiets waarmee zij de hele stad doorkruist. Ik deed dit al op mijn gewone fiets en toen merkte ik dat ze dat geweldig vonden. Ze mogen er vooral een checkie draaien, dus dat broodje dat laten ze links liggen, maar die check. En gewoon even praten. De broodjes en mondkapjes die Zwanine uitdeelt zijn dan ook vooral bedoeld om contact te houden met de kwetsbare groepen. Zij dreigen uit het zicht te raken nu er door coronamaatregelen in inloophuizen en nachtopvang vaak geen plek is. Die broodjes zijn eigenlijk een soort entree om een gesprekje te beginnen. En te vragen hoe het met ze gaat en hoe ze zich voelen. En dan vind ik leuk om even met ze te praten en dat ze even mens worden. Waar een heleboel mensen zeg maar hun vriend of hun vriendinnen of gewoon hun netwerk voor kunnen bellen. Of dat hebben zij minder. Een broodje en een praatje helpen. Daarbij is ook aandacht voor het geloof. Maar van een zendingsmissie is volgens de pastoor geen sprake. Je gaat wel op ze af, je overhandigt iets, dus je maakt contact. En ik heb in mijn bakfiets nu kaarsjes en zo, maar dat hoeft allemaal niet. Je kan het heel religieus maken, maar dat is helemaal niet mijn insteek. Mijn insteek is van nou, mensen die eigenlijk door de maatschappij toch min of meer met de nek worden aangekeken, die zijn nu heel zichtbaar geworden in de stad, want zij zijn degene die alsmaar op straat moeten blijven lopen. En ik wil graag wel contact met ze maken. We're talking. Nou, een echte. Hey. Maar ze wil misschien ook nog eventjes over het woord vertellen. Nee, doen we dat nou niet meer, man. Dat is morgen. Dat is... Deel 2. Ja, maar je hebt wel een mooi kruis om je nek hangen. Ja, maar dat is om te showen. Oh, nee. En daar kwam ik op af. Ja, maar dat weet ik. Alle vrouwen komen bij mij om mijn kruis, denk ik, hè. Als ik hem niet om heb, dan komen ze niet.